In Nederland waait het vaak en zeker in de herfst kan het ook flink stormen. Weermannen en weervrouwen noemen een wind van 80 km per uur een storm. En even kijken, dat is precies hoe hard we nu gaan. De kracht van de wind geven we in Nederland aan in Beaufort. Beaufort is de naam van deze Engelsman, die de windkracht onderverdeelde in een schema aan de hand van wat hij zag op zee. Hier bijvoorbeeld. Beaufort 9. Storm, hoge golven, rollers zag hij. Het zicht wordt slechter door de schuimvlagen. Maar toch wordt de naam Beaufort niet zo vaak meer gebruikt. Meestal gebruiken we gewoon windkracht. Bijvoorbeeld windkracht 4, windkracht 6, windkracht 10, 7. Hey Dennis. Hey Bart. Windkracht 9 is al heel erg hard. Ik kon bijna niet blijven staan. Maar kan het nog harder? Het kan nog harder, ja. Een windkracht 10 of 11. Maar zo'n zware of zelfs zeer zware storm komt niet zo heel vaak voor in Nederland. De hoogste windsnelheid die ooit gemeten is, was vorige eeuw ergens, was een windkracht 12 langs de kust. Ja, dat komt in Nederland gelukkig maar heel zelden voor. Ja. Kan het nog harder? Ja, er zijn gebieden in de wereld waar het nog harder kan waaien. Bijvoorbeeld in dit soort tropische gebieden. Hier zien we de Caribbean, met daar een echte tropische orkaan. Ja, en dan kan de windsnelheid nog hoger uitpakken. Hoe hard gaat dat? Nou ja, windsnelheden boven de 200 km per uur bijvoorbeeld. Dat meen je niet. Is zo'n tropische storm dan ook echt het allerhardste? Kan de wind niet harder waaien dan dat? Er zijn nog plekken in de wereld waar het nog harder kan waaien. En er gaat ook meestal van ons een clubje meteorologen die kant op. Dat is echt spectaculair. Hey, Reinier. Hey Bart. Jij bent al jarenlang op zoek naar de hardste storm, hè? Maar waar zijn die te vinden? Nou, dan moet je niet in Nederland zijn. Dan moet je naar Amerika, naar de zogenaamde Midwest. Ik heb een plaatje meegenomen naar de zogenaamde Tornado Alley. Daar komen die tornado's ieder jaar veelvuldig voor. Dit is een plaatje van een tornado? Dit is een tornadofoto die wij hebben gemaakt. En daar heb je dus soms die windsnelheden van 300, 400, 500 kilometer per uur. Er vliegt van alles door de lucht, hè, in die wervelwind. Stoeptegels, balken, dakconstructies. Kijk maar naar dit fotootje hier, deze plaat hier. Nou, dit is wat je tegen kunt komen. Daar wil je dus niet in de buurt komen, maar wel op een veilige afstand. Dus harder dan een tornado is niet mogelijk. Op aarde onmogelijk. Op weg hier naartoe ging ik 80 km per uur. Dat is de storm. En ik kon al nauwelijks blijven staan. Kun je nagaan wat er gebeurt als ik 500 km per uur ga? De snelheid van een tornado. Oké, daar gaan we.